Welkom. Welkom allemaal in het Parktheater in Eindhoven. Vandaag is onze gast een innovatieve, creatieve geest die de hele dag groter denkt. De ideale gast voor het Denk Groter debat is. En aan de stampvolle zaal kun je zien dat ik niet alleen zo denk. Hij ontwikkelt innovatieve, interactieve jurkjes, maar ook smogvrije parken en hele slimme snelwegen. De New York Times noemde hem een hippie met een businessplan. Vandaag gaan we in gesprek met Daan Roosegaarde. Van harte welkom, hè? Hallo. Nou, hoe is het? Dat zijn je gesprek van de vandaag. Oh, mooi. Hallo. Ga zitten. Je zou er bijna zenuwachtig van worden. Ben je ooit zenuwachtig of niet? Oh ja, natuurlijk. Ja? Ja, ja? Wanneer ben je voor het laatst echt zenuwachtig geweest? Ik ben vanmorgen zenuwachtig. Waarvoor? Dan gaan we aan de minister en de Rijkswaterstaten van dit moment een 32 kilometer ontwerp van de afsluitdijk presenteren. Een nieuw idee. En waarom ben je daar zenuwachtig voor? Ja, omdat het is aan het begin. Het is het schetsontwerp. Dus het is heel veel droom, heel veel ideeën, een paar prototypes. Dus je moet het vertellen, je moet het delen. Ze moeten ook een soort van ja gaan zeggen en dat we dat dan doorgaan. Dat er eind 2016, 2017 iets is. Dus het is nog kwetsbaar, maar toch is het wel mijn kindje. Dus ik moet het beschermen, maar toch ook delen. Ja, vind ik spannend. En dan moet je het voorstellingsvermogen van ambtenaren activeren. Dat sowieso. Hoe doe je dat? Door het heel beeldend te maken, door je huiswerk te doen, te kijken naar het verleden, te kijken naar de toekomst en iets te maken wat dat proces aan elkaar gaat koppelen. Okay. Nou, je bent van harte welkom, dat had je al lang begrepen. Ja, leuk. Zo druk is het nog nooit geweest. Maar waar was je vandaag liever geweest? Volgende vraag. Ik kan me voorstellen dat het is hartstikke leuk om hier te zijn. Jawel, wat een gemene vraag van je. Nee, helemaal niet. Wat is dat dan voor vraag? Je zit het ene idee naar het andere. Je kunt niet stoppen. Je moet er ook een lastige ontbreking van je vraag zijn. Ik heb het gevoel dat er een vraag achter jouw vraag zit. Maar ik vind het heel leuk om verhalen te delen, zoals vandaag. En ik denk het leuke van vandaag ook is dat het niet wij, maar wij zijn. Hè? Dus we gaan samen op pad in die zin. Maar op dit moment, hierna ga ik gewoon weer lekker terug naar de droomfabriek, naar de studio, lekker nieuwe dingen maken. Ja, okay. Dat vind ik ook heel fijn. Ja. Startvraag in het Denk Groter debat is altijd, wie heeft jou groter laten denken? Misschien raar, maar het gaat niet zozeer voor personen wat mij betreft, het gaat veel meer over plekken. Dus als ik kijk naar een afsluitdijk bijvoorbeeld, Breesanddijk, dat is het middelste plekje. Als je dan met je rug naar de snelweg zit en je kijkt 's nachts naar dat water, er is niemand. Of Schiphol, of het architectenbureau van Rem Koolhaas. Daar voel je de beweging, de dynamiek. En om daar te zijn, dat voelt mij, maakt mij groter. Of dat doet me leren denken. Ja. Dus ik ben iemand die eerder is verliefd is geworden op plekken dan op meisjes. Oh ja? uiteindelijk is dat nog wel redelijk goed gekomen. Ik merk dat ik dat heel erg met dat soort plekken heb. Wat is de eerste plek waar je verliefd op was? Antwerpen. Antwerpen? Ja. Wat? Waar? Wanneer? Toen ik 16, 17 was. Ja? En die oude steegjes en dat openbare, hè, wat ze daar heel erg hebben. Ze gaan niet zozeer naar binnen, maar veel meer. Alles is ook deelbaar. De rivier. Je hebt zo'n hele prachtige, rare tunnel. Helemaal van wit, van een soort rond beton. Onder de rivier door. Ja, vond ik lekker. En heb je echt het idee dat je daar voor het eerst verliefdheid gevoeld hebt? Ja. Toen maakten mijn ouders zich een beetje zorgen. Maar als je kijkt naar de dingen die ik nu doe. Gek, is het uiteindelijk A, weer allemaal goed gekomen. Maar B, als je kijkt naar zo'n Van Goghpad of het smokvrije park. Gaat ook over unieke plekken maken. Ja. Dus misschien duurde dat gewoon even voordat het duidelijk werd wat ik daarmee wilde. Dat is toch mooi? Je bent ontzettend veel in het nieuws en je projecten springen in het oog. Je bent veel op televisie geweest. Maar een tijd terug zagen wij een vriendenboekje, ken je dat? Dat ligt in basisscholen. Ja. Een vriendenboekje en daar staan vragen in. Ik dacht, die weten we allemaal nog niet van jou. Doe je even mee? Is goed. Je lievelingsboek? Op dit moment Out of Control van Kevin Kelly, Outwired editor. Want? Ja. Gaat over netwerken, gaat over wat kunnen we leren van natuur. Een verhaal. Okay, allemaal lezen. Lievelingsdier? Vosje. Vosje? Ja. Dingen doen die eigenlijk niet mogen, maar ze komen er toch wel vaak mee weg. 's Nachts? Ja. Ja, als niemand kijkt. Ja. Mooi. Ja, vind ik leuk. Vosje. Lievelingseten? Kieslorijn. Ja. Ja, natuurlijk. Hartige taart, sorry. Hartige taart. Ja. Mijn eerste vriendinnetje was? Een plekje in Antwerpen. Nee, en daarna was het Eva uit Berlijn. Ja.
Volgende vraag. Ja. Gaat allemaal. Ik heb het zelf ingelokt. Ik ga het allemaal overvrouwen. Dat zit nou in je kop. Ik zie het eigenlijk. Dat zit in je kop. Ik denk dat we er niet meer uit gaan krijgen. Je moet even door. We gaan door. Jij reset mij. Okay. Ik heb spijt van. Even uit. Nee. Nee, wat? Dat is toch niet? Nee. Ik heb alles gedaan wat ik... Natuurlijk, ik doe het niet altijd goed en ik maak fouten. Maar ik heb het wel... Ik heb alles gegeven wat ik kan geven om gewoon dat ene idee, die ene droom te pakken te krijgen. En ja, we falen, maar spijt vind ik een raar woord daarin. Oké. Okay. Laatste in het boek is... Heb jij dan ergens spijt van? Als je zo'n vraag ziet? Nee. Ja, misschien. Nou, hoogheid van het feit dat ik die vraag gesteld heb, omdat jij hem niet de tekenvraag hebt. Nee, ik heb. Ik mag toch ook vragen? Ja, stellen? Tuurlijk. Nee, zeker. Dus jij mag alleen vragen stellen. Het is een debat. Nee, je mag alle vragen stellen. Nee, helemaal. Nee, wat een niet, onzin. Maar toen jij het zei, dacht ik van nee, niet echt. Nee. Jij bent van de innovaties, dus het is nooit zo gegaan. We gaan pingpongen, hè? We gaan niet bowlen. Precies. Nee, dat is toch leuk? Nee, ik heb ook niet echt. Maar je bent wel geïnteresseerd in het antwoord, of niet? Ja, absoluut. Nee, ik heb ook nergens echt spijt van. Nee. Dus ik heb ook altijd gedaan wat ik dacht, tot en met dit moment. Ja, mooi. Okay. Laatste vraag in het boekje was, later als ik groot ben wil ik puntje worden. Nu of toen nee, ik nu, kind nu, was? Nee, nu, ja. Oh, ja. Eigenlijk hetzelfde, maar dan een meer. Ja. Dus ik vroeger droomde ik altijd dat ik een architect of een kunstenaar wilde worden. En later realiseerde me, ik wil reizen, ik wil iets met techniek, ik wil dingen maken, dat verlangen naar nieuwe plekken. Maar toen was ik 15, 16 en ik vertelde dat zo aan mijn ouders en aan mijn docenten. En die zeiden toen, op een gegeven moment keken ze me een beetje aan en met zo'n blik van ja. En uiteindelijk zeiden ze een beetje van ja, kan je niet een echt vak kiezen? En toen hebben we een soort beroepskeuzetest gedaan van 2 weken met decaan, psychologen, oud-docenten, et cetera. En dan moet allemaal formulieren invullen. En de conclusie na die 2 weken was... een soort beroepskeuzetest, was dat wat ik wilde, dat bestond niet. Dat klopt, precies dus. En dan ben je 16 en dan krijg je dat te horen. En dat is niet leuk, kan ik zeggen, weet je wel. En dan toen had ik zoiets van shit. En nu had ik zoiets, een week daarna of een dag daarna had ik eigenlijk zoiets van... Oké, dikke doei, dan gaan we het zelf wel doen. En dat dus die eigen wijsheid heb ik er altijd nog wel ingehouden. Ja. Er komen studenten aan het woord. Leuk. En wie van jullie zou willen aftrappen? U realiseert, ontwerpt en bedenkt veel al met... Zullen we vanaf nu gewoon je gaan zeggen? Oké. Okay. Ja, ja. Dank je. Ontwerpt, realiseert en bedenkt natuurlijk dingen veel al met een blik op de toekomst. En mijn vraag is eigenlijk, bent u zelf wel eens bang voor de toekomst? Heeft u ergens een angst voor in de toekomst? Dus je hebt helemaal gelijk, weet je. Het gaat over techniek, maar het gaat ook over wat verwachten we? Wat willen we van die wereld? En gaan we nou naar een George Orwell scenario toe, hè, waarin techniek ons domineert, ons reduceert tot een robot? Ja, precies. Of gaan we naar Da Vinci, waarin we leren te vliegen, waarin we onszelf leren gezond te houden, waarin we beter kunnen delen, waarin we dromen kunnen delen. En die strijd, daar zitten we middenin. Ik weet niet wie er gaat winnen. Ik weet het niet. Ik zeg ook niet dat ik de dingen die ik maak per se de hoopvolle Da Vinci kant kunnen ondersteunen. Want het verleden heeft vaak bewezen dat dingen die voor het goede zijn ontworpen, voor het kwade worden gebruikt, dynamiet, et cetera, noem het maar op. Het enige wat ik kan doen is zeggen, techniek is je taal. Okay. Het is niet iets van een groot bedrijf. Het is niet iets alleen maar voor leuke nerds achter een computer. Het is onze taal. En op het moment dat die wordt toegeëigend door mensen zoals jij en jij, wordt die gedeeld. En gaan we er iets mee doen in plaats van er bang voor zijn. Dus ik ben er bang voor. Ja, daarom ga ik er proactief mee aan de gang. En voor de rest moet je gewoon dingen gaan maken en het tegendeel bewijzen. Okay. Dus, maar het zit zeker in mijn achterhoofd. Okay. Ja. Dat is een goede vraag. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, goeie. Dat zijn wel hele goede vragen. Ja, maar, en dat holy shit, ook gelijk heel serieus. Mooi. En dat gaat zomaar door, let maar op. Maar voor degene, en we willen natuurlijk ook weten waar het uit voortgekomen is. Maar voordat we erover gaan praten, willen we eventjes kijken voor degene die onder een steen geleefd hebben. Een in vogelvlucht naar jouw werk.
om het zo terug te zien. Ja. Trots? Nee. Grappig. Nee. Dus ik zie het nooit als een totaal. Ik zit natuurlijk gewoon in mijn eigen bubbel. In het nu te maken. Dus het is veel. Het is wel lekker edgy. Dat vind ik er wel fijn aan. Ja. En het heeft iets onderzoekerigs. Als ik er van een afstand naar zou kijken. Als ik niet ik zou zijn. Ja? Wat zie je dan? Leuk. Maar voorspel voor de echte steden van de toekomst. En dat is wat we nu aan het ontwerpen ook zijn. Dat we gewoon een koning van Jordanië, die zegt ontwikkel een energie-neutrale stad. Niet alleen de factsheet, maar ook de emotie. Een governor van India die 100 nieuwe steden gaan bouwen de komende 10 jaar. En zegt, kunnen we de eerste 2 met jullie gaan bepraten. Dus eigenlijk als je kijkt naar zo'n Dune of zo'n Van Gogh-pad, zijn hele mooie kunstwerken waar ik ook echt wel trots op ben. Laat dat duidelijk zijn. Maar tegelijkertijd zie ik het ook weer, oh eigenlijk is het een soort prototype voor een nieuwe wereld. En die slag moeten we wel nu gaan maken met z'n allen. Ja. Maar waar zit de kracht van jouw inspiratie? Hoe ontstaat dat? Kun je iets zeggen van het proces? Waar ontstaat het idee? Hoe valt het binnen? Van die shitsvragen zijn dit altijd. Ja. Weet je eerste idee nog wel? Was de eerste keer dat je dacht... Het begint met een boom uitbouwen als je 10 bent. Het begint met in een huis opgroeien, nieuwkoop. En het zijn schatten van ouders hoor, maar ik haatte dat huis. Het was zo'n betonnen blok en het deed niks met me. Dus ik ging altijd naar buiten, naar nieuwkoop, Nieuwkoopse plassen. Dus de bomen te bouwen, met de natuur spelen, onderwatertunnels graven, kabels spannen van het ene eilandje naar het andere om daar zo te komen. Allemaal uiteindelijk ook levensgevaarlijk. Hè? Ja. Af en toe braken we al wat. En kwamen we helemaal echt als één grote drek kwamen we thuis. En dan zag je die moeder al kijken van... Oh, weet je wel. Maar, dus we gingen ontdekken. Dus dat gevoel is altijd bij me gebleven. Ja, maar ja. Goed, die kinderen van tegenwoordig die ontdekken dat niet meer. Die komen niet buiten of die spelen niet meer op die manier. Die hebben anders, een iPad. Anders. Ja? Maak je je zorgen? Nee, ik maak me geen zorgen. Want ik denk, net zoals dat jij strips hebt gelezen toen jij jong was. En je ouders zijn, nou moet je dat nou wel doen? En uiteindelijk is het volgens mij ook nog allemaal redelijk goed gekomen. Nu zitten ze achter een iPad. Dus daar moeten we ons niet zo zorgen over maken. Weet je, het is gewoon een andere wereld. Het is een andere manier van delen. In die ontdekking. Maar ik denk wel, inderdaad, we moeten heel erg uitkijken dat we niet een soort virtuele wereld creëren die disconnected is van de tactiele wereld. En dan houden we ze bij elkaar. Worden we een beetje schizofreen. En nou, de dingen die ik maak, proberen altijd wel die tactiliteit, die koppeling, dat delen erin terug te brengen. Het gaat over het versmelten van die werelden. Ja. Ja. Anders denken we dat alles een bloody download button heeft. Okay. En dat is natuurlijk niet zo. Okay. Toch? Dat is niet en dan het is meer dan dat. Eens. Ja. Studenten. En als je u zegt, dan beantwoord ik het. Ja. Nou, je dan, hè. Dank je. Mijn vraag is eigenlijk deze. Ontwerp je ooit dingen waarvan je denkt van... Ja, ze zijn wel goed of zo, of ze hebben wel waarde, maar... De rest van de normale mensen, zoals wij hier nou zijn, zeg maar, zijn daar nog helemaal niet klaar voor. Nee, maar... Dat zal je maar gezegd worden. Nou, ja. Spreek je tegen normale mensen. Ik zou echt nu... Ja, okay. om iets specifieker te maken, zeg maar, heel veel van je dingen zijn nu een soort kunstproject. En je zegt zelf van, ja, we moeten die vertaalslag nog maken naar dat het daadwerkelijk ook praktisch wordt. Maar heb je ooit dingen waarvan je denkt, ja, dit is zo vooruitstrevend, nog zo ver weg... dat ik het nog even in de koker laat zitten. Nou, het is een goede vraag. Maar tegelijkertijd vind ik het ook heel leuk om het te aarden. Om het in de nu te trekken. We noemen dat in de studio Maya. Most advanced, yet acceptable. Dus wat ik probeer te zeggen is... ik kan jou nou een heel verhaal vertellen over zwevende auto's... en dat we eigenlijk van sterrenstof zijn gemaakt... en dus geen ecoaansluiting meer nodig hebben, et cetera, et cetera. En dan kan je zeggen, oh ja, interessant. En over 100 jaar, leuk, kan jij niet checken. Who cares, weet je wel? Dus dan ga je te ver over het randje heen. Dan is het te vaag, te abstract. Terwijl als je te ver daarvoor blijft en je doet te praktisch... Hè, als je niet durft te investeren in iets nieuws, dan zit je heel voor het randje. Dan komt er iemand anders, kan het 1 euro goedkoper, 1 uur sneller maken. Dikke doei. Dus je zoekt altijd dat randje van wat net wel, net niet kan. Wees niet bang om dat spel tussen de poëzie en de praktijk aan te gaan. Laat jezelf niet zo snel beperken door praktisch... Want het kan al wel zijn dat die normering verandert de komende 10, 15 jaar. Oké, dankjewel. Ja, leuk. Hoe weet jij zelf dat je precies op dat randje zit? Niet ervoor en niet erachter? Nou ja, dat is altijd weer per mensje. Nou, Daan, moet je dat nou wel doen? En ja, we hebben er nog eens over nagedacht. En nou, dan weet je dat je op het randje zit. Oké. Ja, oké. Dat is leuk.
Wij hebben ook mensen gesproken waar jij mee werkt, omdat we benieuwd waren hoe dat gaat, dat samenwerken met jou. Luister even mee. Ongeduldig, ook op een positieve manier. Ook. Ik weet van niks. Duidelijk wat hij wil, waar hij naartoe wil. Dus visionair en duidelijk daarin, hè, waar hij echt heen wil. Pesten, humor. Hij doet wel alles ook wel vanuit humor. Nee, hij is absoluut gedreven, heel snel. Dus als je zeker in grotere teams samenwerkt, nou ja, om mensen allemaal op tijd mee te krijgen, dat is best wel een uitdaging. En dat is denk ik ook waar met name ik met Daan af en toe best wel stevige momenten heb. Om te zorgen dat, ja, waar ik werk met een bedrijf wat echt, echt uit de oude, u vraagt bij het draaien bouwsector komt en echt innovatief te werk moet gaan. En wij echt een lerende organisatie zijn. En Daan eigenlijk zoiets heeft van, kom op, we moeten gaan. We hebben geen tijd om te leren, we moeten vooruit. Nou, hij zegt dat ook altijd heel mooi bij Heijmans. Ik ben niet verantwoordelijk voor de 6000 medewerkers van het Heijmans van nu. Ik ben verantwoordelijk voor de 10 medewerkers voor het Heijmans van de toekomst. Dus hij is ook heel erg bewust dat hij zijn sterkte zit op die toekomstvisie, op het vernieuwen. Nou, een heel duidelijk voorbeeld was de stoomwals hier in de gang, waar die CEO toch echt zei van, goh, kunnen we dat ding toch niet gewoon buiten zetten en Smart Highway daar neerzetten. En dat doet hij met een hele charmante lach natuurlijk. Ja, maar het is toch gewoon een stukje van het voortgaan naar het nieuwe en het oude achter je laten. Ja, waar hij ons toch een bedrijf is wat meer vanuit het vakmanschap, hetgeen wat we hebben bereikt, vooruit wil. Dat is toch een andere manier van kijken. En, ja, waar dat precies vandaan komt. Maar toch doen we het. En ondanks dat we vanuit verschillende werelden komen, hè, zoals Christel hier terecht omschrijft. Een wereld waarin ik de directeuren, die toen ik ze 2 jaar geleden per ongeluk ontmoette bij een lezing van mij, vertelde dat de curator van Tate Modern zou langskomen in mijn studio, hè, goed museum. En zij keken me aan in een soort complete staat van shock. Ik zei, en ik denk, hè, ben je nou jaloers? Of wat gebeurt hier nou? Het duurde een paar uur voordat we door hadden dat het woord curator in mijn wereld betekent het een tentoonstellingsmaker, hè, een moderator. In het bedrijfsleven gaat niet echt goed. In de bedrijvenwereld, in de bouwwereld ook met name, niet alleen Heijmans, maar ook de alle andere collegaatjes, is het degene die op je deur klapt als je failliet gaat. Dus ze hadden zoiets, oh mijn god, die gast, die curator, hij gaat failliet. Ja. En hij vindt het nog leuk ook, weet je wel. En wat voor, hij ziet nog kansen. Ja. Zo van, wat voor een contract hebben wij nou weer met. Maar toch doe je het omdat je de fascinatie hebt van het maken. Hè? Van het bouwen. En zij hebben het vakmanschap, het skill. Ik heb geen idee hoe ik een snelweg moet bouwen. Sterker nog, ik wil het niet weten, maar ik heb wel ideeën over de toekomst van. En daarin gaat het team van mij, de techneuten, de ontwerpers en van hun, elkaar dat randje, wat jij net vroeg, dat randje opzoeken. En daardoor creëer je markt. En daardoor creëer je vraag. En daardoor creëer je iets nieuws. Ja. Jij bent de vernieuwer van deze tijd. Het is niet lastig om een relatie te leggen met een illustere voorganger van je, Leonardo da Vinci. En we hebben. Ik was daar dit weekend, hè? Waar? In Milaan. Nee. Ja, ik gaf een lezing. Dat was heel bijzonder. Ik gaf een lezing in het Science Museum. En had het speciaal voor mij geregeld. Met al die modellen van zijn uitvindingen. 1482, 1485, van de eerste helikopter, de dam, een soort raar mobiel bootachtig ding. En dat was zo gaaf om te zien. Ja, ik werd er echt verliefd op. Ze hebben ze nagebouwd, maar er is nog veel meer te zeggen. En dat heeft voor ons gedaan professor Kwakkelstein, de Da Vinci-kenner. Oh, wat gaaf. Ja. Leonardo da Vinci was een Italiaanse schilder, beeldhouwer, architect. Die leefde tussen 1452 en 1519. Heeft zijn opleiding genoten in Florence, heeft lang in Milaan gewerkt, weer terug naar Florence, is uiteindelijk via Rome bij de koning van Frankrijk in Amboise overleden. Als we naar zijn tekeningen kijken, zijn manuscripten, en er zijn duizenden bladen bewaard gebleven, dan krijg je inderdaad de indruk dat hij als ingenieur, militair, civiel ingenieur voornamelijk werkzaam was. En dat is ook zo, blijkt ook uit andere documenten. En dat hij meer als een nevenfunctie schilderde, dus dat hij zijn geld verdiende als ingenieur. Maar wat er nou aan al die prachtige tekeningen, denk aan een helikopter of aan een onderzeeboot of aan een vliegtuig, al die prachtige tekeningen die zo erg tot onze verbeelding spreken, in hoeverre heeft hij die nou werkelijk kunnen uittesten?
Dat is niet helemaal bekend, want er zijn geen modellen bewaard gebleven. En er zijn ook geen getuigenissen uit die tijd waaruit we zouden kunnen afleiden van ja, hij heeft inderdaad die machines uitgeprobeerd. Het is wel bekend dat vandaag de dag mensen die modellen nabouwen. Er zijn diverse musea overal waar je die modellen, houten modellen, kan zien. En je mag ze ook aanraken en uitproberen of het echt werkt. Volgens modelbouwers van nu zouden zijn parachute, zijn vliegmachine, zijn duikerspak inderdaad gewerkt hebben. Omdat ze die getest hebben. Maar nu. Leonardo is opgegroeid in een gehucht nabij Vinci, dat is 40 kilometer van Florence, in de natuur. Dat is gewoon een plattelandsjongen die goed kon tekenen al vanaf vroege jaren. En was gefascineerd door de natuur. Dus Leonardo keek naar de natuur om daarvan te leren. En alles wat hij van de natuur had geleerd, dat probeerde hij later eigenlijk om te zetten in machines. In zo'n vliegmachine bijvoorbeeld, een helikopter. Hij kwam op het idee van de helikopter omdat hij een esdoornblad zag vallen. Toen dacht hij, hey, dat is net als een schroef, hè, zoals ook in het water een boot vooruit gaat. Als ik dat nou gebruik om in de lucht te komen, om een vliegmachine te ontwikkelen met een schroef. En toen zag hij al duidelijk dat dat nooit zou gaan lukken. En toen bestudeerde hij de vlucht van roofvogels, die optimaal gebruik maken van de thermiek. Dus niet klapwiekend, wat hij ook eerst bedacht, ook weer kijkend naar vogels. Daarmee wil ik zeggen dat voor Leonardo was de natuur het voorbeeld. Je bestudeert een vogel, je maakt een vliegmachine. Je bestudeert water, je bestudeert vissen en je ontwerpt een duikboot. Dus de natuur is de grote bron van inspiratie voor alles wat Leonardo heeft gedaan. Ja, mooi. Mooi. Fijn ook. Ja. Mooie voorganger heb je. Hij heeft een heleboel van zijn werk niet gerealiseerd gezien. Nee. Ja, wel. Ja. En dat is ook een keuze. Ja, dat is weer dat Maya. Als Da Vinci... Stel je voor dat ik 1485 een lezing had gegeven en Da Vinci had in de zaal gezeten en ik had mijn Maya-verhaal had gehouden, had ik gezegd, nou, doe ik het maar niet. Ja. Dus, maar we leven nu in een tijd waarin ik denk dat die ideeën, die dromen moeten worden geaard. De wereld heeft het nodig. En misschien was dat in zijn tijd anders. Dus je denkt nooit als je iets ontwerpt of bedenkt, dat kan niet gemaakt worden. Nee, als ik het kan bedenken, kan ik het ook bouwen. Er is niets wat je niet kunt bouwen. Nee, want je kan niet buiten jezelf denken. Kijk, of het een goede balans is tussen tijd, geld en energie. Ander verhaal, hè? Andere discussie, die we ook dagelijks voeren. Maar kijk, tenzij het een soort natte droom of LSD-trip bla 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 is... Heb je nee, echt niet. Je gebruikt niets om aan die geniale ideeën te komen. Nee. Dat zou toch kunnen? Nee, man. Nee, want de drugs is echt heel stom. Want dan ga je juist weer die zintuigen kapot maken. Terwijl je die juist keihard nodig hebt. Dus nee, dat is echt... ik denk niet dat dat helpt. Nooit gedaan. Dat is wat anders. Maar ja, ik moet een beetje het goede voorbeeld... Maar heb je het gedaan om erachter te komen dat je het beter niet kunt doen? Ja, maar toen was ik 16, 17. Ja, natuurlijk. En maar na mijn 18e vond ik het zo suf. Ik denk, die wereld om ons heen is al bijzonder genoeg. Laten we dat eerst maar eens ontdekken. Maar is het zo dat je denkt, dan maak ik iets kapot wat ik nodig heb? Ook. Ja. Ja, ik doe ook geen... Eigenlijk dat hele alcohol vind ik ook niet meer zo spannend. Nee? Er is nog zoveel te ontdekken, man. En we moeten het hiermee doen. Dus ja, nee, dan laten we daar maar mee aan de gang gaan. En wat is het idee wat je ik geloof hebt? Wel, ik geloof wel in mediteren of tot rust komen. En weet je, dat vind ik heel interessant. Maar als ik gewoon normaal in alledaags nadenk en denk, oh, als we dit nou dat doen, doable. Je moet helder blijven. Ja. Ja, je moet dat vosje zijn. Je moet blijven jagen. Studenten, aan jullie. Mag ik kiezen? Nee. Die dame eerst en dan ergens, ja. Ja, ik zou graag willen weten hoe jij denkt dat de wereld eruit komt te zien voor uw kleinkinderen. En in hoeverre uw kunstwerken zijn geïntegreerd in de samenleving? Ik hoop, en ik denk ook wel een beetje, dat we dingen gaan laten groeien. Niet meer dingen gaan laten bouwen. Dus de notie van biomimicry, hè, wat kunnen we leren van natuur... En dat toepassen in onze wereld. Dus de binnenkant van de oester is perfect glad en shiny. BMW leert daarvan om een coating te maken zodat de auto minder snel vies wordt. Even, hè, dat soort, of een vuurvlieger geeft licht. Kunnen we daar iets maken als alternatief voor lantaarnpalen? Dus ik hoop in een wereld te leven waarin natuur en techniek
totaal versmolten zijn, waarin we niet als een slaaf van achter een laptop lopen te klikken, maar onze tijd weer terug hebben en eigenlijk aan de ene kant een machine hebben die ons gezond, goed, slim, schoon houdt en aan de andere kant tijd hebben voor de dingen die we nog niet kennen. En ik hoop ook dat het niet kleinkinderverhaal is, maar dat ik dat nog ga meemaken. Dat zou wel zo leuk zijn, om eerlijk te zijn. Dus ik denk zoiets, ja. Is dat te vaag? Of? Nee, ik vind het wel duidelijk. Ja. Mooi, nou gaan we het doen. Ja. Dankjewel. Okay. Wil je wel kleinkinderen thuis? Nee, maar dat is de volgende vraag. Ja. Nee. Nog niet. Wil je wel kinderen? Weet ik nog niet. Nee? Nee, nu nog niet. Nee. Dat mag toch? Nee, maar zeker niet. Nee, maar ik zou denken, plicht je bent om kinderen te krijgen? Of, Nee, maar je bent de hele dag van alles aan het creëren. Ik denk, ach, kinderen. Nou, die laat ik even van jou over, oké? Okay? Oké, okay. 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 Gaan we naar de volgende vraag. Volgende vraag. Ja, mag dat? Moet niet heel persoonlijk worden. Ik heb een vraag. Je refereert een paar keer terug naar je studio in die zin. En ik ben nu zelf bezig met een concept en dat heet vormbaar meubilair. En ik ben in mijn garage, heb ik mijn eerste prototype gebouwd. En mijn vraag is, hoe heb je dat vroeger gedaan? Want nu heb je je studio, je hebt eigenlijk je schetsen die je neerlegt en soort van zoek het maar uit met jouw Hawkeye daaroverheen. Maar dan is zo van, nou, hoe heb je dat vroeger gedaan met je eerste ideeën? Ik denk het allerbelangrijkste is dat je nieuwsgierig blijft. Ja. Ja? En dus aan de ene kant die creatieve droom vasthoudt. En al die mensen die zeggen, mag niet, kan niet, lukt niet, bestaat al, met heel veel liefde gewoon negeert. Ja. En aan de andere kant continu bezig bent met wie kan ik nou in contact maken, komen, dat verhaal overkomt. Is dat een financier? Is dat een klant? Is dat een ontwikkelaar? Is dat een vakman? Dus je moet, denk ik, of je moet eigenlijk niks, maar wat je kan doen, is die hippie met het businessplan zijn. Ja. Aan de ene kant de droom en aan de andere kant het verlangen om te bouwen. En daarin alle tactieken en oude vrouwtjes overvallen op zondagavond om die paar euro nog erbij te krijgen. Allemaal met heel veel plezier gaan inzetten. Want jij bent de eerste niet paar, dat ik dat ooit de eerste paar keer ben je in principe langs gegaan en gaan praten en naar beurzen. En ja, eigenlijk je ja, ik ging op pad. Ja. En ik begon ook heel snel met realiseren van, oh ja, oké, dus dit kan ik wel. Ja. En dit kan ik dus absoluut niet. Weet je, ik ben bijvoorbeeld heel ongeduldig. Dat bleek. Ja. Ik kan ook gewoon nu al weggaan, hoor. Ja, nee, prima. Ik kan gewoon niet weglopen. Wist je dat? Nee, mag. Wist je dat ik gewoon... Nee, het zou okay, voor niet zijn. Doen. Ja. Een geweldige televisie. Oh, dit is gemeen. Dit is echt geweldig. Ik wil blijven voor jullie, maar ik ga weg vanwege hem. Ja. Ja. Ah. Hij zit er nog. Damn it, ja. Sorry. We gaan kijken naar een vraag die hier gesteld wordt. Let op. Mm. Je hebt namelijk een soort van aura om je heen van succes en perfectie. Maar we hebben een goede vriend van je gevraagd of er ook is nog een zo? Andere kant is. Is dat zo? Hij zei dit. Oké. Okay. Ik ken hem volgens mij, heb ik hem voor het eerst in Shanghai, China gezien. Waar ik met mijn vriendinnetje was voor een tentoonstelling waar hij... exposeerde. Hij wist niet dat ik met dat meisje was en er zat gewoon achter mijn vriendinnetje aan, alvast mee te flirten. Maar toen dat is een leugen. Dat zij bezet was, toen kwam binnen de kortste keren bleek hij allerlei meisjes in Shanghai te kennen en daar kwamen er alle mensen bij waar verder niks mee gebeurde, maar ik dacht dat is een leuke jongen. Weet ik veel, dan moet je aan hem vragen waarom hij me leuk vindt, maar ik denk dat daar wel een rol speelt dat ik van begin af aan tegen hem zei van je gaat dan wel eens op je bek. En dan zit hij een beetje schaapachtig zit hij te lachen, want dat past natuurlijk helemaal niet in zijn beeld. Maar het lijkt me gewoon, want hij maakt natuurlijk snel carrière en zo. Een keertje neemt hij verkeerde mensen aan of heeft hij zelf even last van zwakte. En dan gebeurt er wat, daar komt hij wel overheen. Maar dat past bij wijze van spreken niet in zijn beeld, dat het ook wel eens een keertje wat minder of mis kan gaan. We hebben het wel over de toekomst en ook hoe de aandacht die op hem komt, hoe hij dat moet managen, zeg maar. In hoeverre moet je dat? Er wordt niet heel veel gevraagd voor allerlei dingen. In hoeverre moet je daar ja of nee op zeggen? En hoe zorg je dat je als je steeds bekender, steeds meer gevraagd wordt en een echt bedrijf krijgt, hoe zorg je dat je zelf innovatief blijft? Dus dat je niet de hele tijd bezig bent met handtekeningen uitdelen en toespraken houden die al
10 keer gedaan hebt. Want er moeten ook nog nieuwe dingen ontwikkeld worden. En dat vind ik heel interessant om met hem over te praten. Omdat dat een soort vooruitdenken is van hoe doe je dat eigenlijk. Maar meestal als ik hem zie is dat vaak met een soort werkaanleiding. Omdat er een of andere opening is waar ik of hij wat heeft. En waar we elkaar dan tegenkomen. En dan als het een beetje mee zit gaan we uit of naar een bar toe. Als ik hem zie is het meestal praten. En misschien is het voornemen om te dansen en weet ik wat. Maar daar komt er dan helemaal niet van. Omdat jongens eigenlijk die nemen zich vaak voor om te dansen en doen het dan helemaal niet. Ik heb hem ook eigenlijk volgens mij nooit zien dansen. Hij is gewoon ook boos over dat vriendinnetje. Hè? Dus, ja. Dus het is wel gebeurd. Maar, nee, ik mis hem. Ja, het is een goede vriend. Tijd hier gezien. Stop. Ja, stop. De balans tussen aan de ene kant het delen en het aanwezig zijn, aan de andere kant het terugtrekken. Want het nieuwe gebeurt toch in de stilte. In de afwezigheid. Het nieuwe gebeurt in de stilte. Ja, ja, dus dat je niet iemand hebt. Ja, maar wat bedoel je nou? Wat wil je nou? En kun je het nog een keer uitleggen? En jij maar gewoon even. Nee, die vraag krijg je veel. Nee, maar dus die gebeurt gewoon in de studio. Weet je wel? PA erop. Weg. Disconnected. En daar moet je voor vechten voor die tijd. Ja, dat is wel een continue battle. Nou, als ik het niet doe, word ik gek. Het moet eruit. Hij zegt, de angst is ook dat je niet zelf innovatief blijft. Zelf, als persoon. Vind ik een rare opmerking. Onzin? Ja, omdat ik verveel mezelf snel. Dus ik, voor mijn gevoel heb ik ook genoeg slimme mensen om me heen die me gewoon heel hard daaronder beet pakken en zeggen, ja Daan, wat zit je nou weer te doen van tevoren? Dus ik zorg wel dat ik mensen om me heen heb die kritisch zijn. Dat is ook super belangrijk. Daan, we hebben een student, Andrea Altena, en zij wil graag pitchen. Zou je nog één keer je naam willen zeggen en zeggen van welke opleiding je bent? Ik ben Andrea Altena en ik studeer International Lifestyle Studies in Tilburg. En ik word opgeleid voor conceptontwikkeling en trendwatcher. En ik heb een hele brutale vraag. Ik heb hem stiekem al gesteld, maar ik zou heel graag stage willen komen lopen. Dus ik ga nu beginnen met mijn pitch. En ik heb een speakbriefje, want het is iets langer. En dan gaan we daarna wel een discussie. waar ik eigenlijk mee wil beginnen is dat we hebben heel veel technologie en kennis. Alleen het wordt heel vaak verkeerd gebruikt. Als we kijken naar de natuur zien we een circulair systeem. En in de natuur is geen afval. Alles is daar eigenlijk voeding weer voor iets anders. Maar wat doen wij mensen? Wij produceren alleen afval. Gisteren was zelfs nog op het nieuws dat wij in Nederland per persoon ruim 23 kilo, aan elektronisch afval produceren. Nou ja, het is dus van belang dat we hier anders naar gaan kijken, maar ook dat we de kennis van de natuur hierbij gaan betrekken. Ik heb gekeken naar een nieuw idee en dat is de, hele moeilijke naam, de Fungi Mutarium. Als het goed is, hij is niet heel scherp. Maar wat hier wordt gebruikt is dat het afval wordt gebruikt als grondstof. Dit zijn plastic boodschappentassen die tot bepaalde omstandigheden worden gebracht. En binnen enkele maanden worden deze verteerd en wordt er eetbaar kweek op ontwikkeld. Het is dus zo dat ons afval ook in het circulair systeem terug te vinden is. Nou, in de ideale wereld van Daan Roosgaard, ik had het heel mooi voorbereid met allemaal u, maar dat mag niet meer. Dus in jouw ideale wereld en eigenlijk ook in die van mij is geen afval. En dat laat natuurlijk ook de smog project zien. Mm-hmm. Daar wordt natuurlijk, het is net allemaal besproken, het smog wordt weggehaald en wordt tot nieuwe ring gemaakt. En dit laat eigenlijk ook wel inzien dat het voor mij ook zorgt voor bewustwording. Ik vind ook, Daan, dat jij hebt echt bij mij gezorgd voor bewustwording. Jij laat zien dat technologie op een andere manier gebruikt kan worden. En als lifestyle professional, hoe ik word opgeleid, lijkt het mij echt een uitdaging om daar een vertaalslag in te gaan maken. Dus om die bewustwording te vertalen naar consumentenniveau. En dat is dus iets wat ik heel graag wil ontwikkelen bij Studio Roosgaarde. Nou, dat was het. En ben je goed? Ja, er zitten hier wel docenten, dus maar ik weet niet waar ze zijn. Nee, ik vraag het aan jou. Ik ben goed, ja. Waarom ben je goed? Ik heb me dit weekend afgevraagd waarom ik bij jullie zou moeten komen werken. En ik had het vliegtuig gemist in Engeland. Ik heb dus heel veel documentaires nog teruggekeken waar je aan het woord was. En ik herken me heel erg in wat je doet, hoe je denkt. Nee, maar waarom ben je goed?
Omdat ik anders denk en een stap voor ben. Oké, okay. Leuk. Ja. Kom maar langs, dan gaan we een keer praten. Vind ik leuk. Leuk. Heel goed. Lekker, hè? En gewoon wel doen, hè? Gewoon voor een livezaal. Hoe moeilijk is dat? Gewoon je verhaal houden. Heel goed, gefeliciteerd hoor. Top. Kijk, dit is het begin, hè? Zo gaat het, hè? Ja, daar en dan daar. Ja, doen het. Ik wou vragen, we hebben het hier al een aantal keren eigenlijk over een heel bijna utopisch idee, zeg maar, van een fijne wereld, een plek waar je wil zijn. En overal op de wereld is misschien iets te dramatisch, maar er is op veel plekken in de wereld zijn er conflicten, is er oorlog. Heel veel daarvan is ook gegrondvest in een stukje racisme of fascisme, zeg maar. Ik vroeg me af of er te onderzoeken is in hoeverre dat vooroordeel en dat racisme genetisch bepaald is. En waar zich dat dan vervolgens manifesteert. Zit dat dan in de hersenen? Is het dan een psychische aandoening? Is het een ziekte? Zit het fysiek in de botten, zoals jij net ook aangaf met bepaalde dingen van Nederland, daar zit ons in het bloed. Zit daar in het bloed? Als wij verschillende etnische genen in een reageerbuis doen. Krijgen we dan een reageerbuisoorlog? Nice. Ja, wat gebeurt er dan? Kijk, ik vind het heerlijk. Ja. Ik stel helemaal te shaken. Gewoon, dit moet je gewoon heel erg blijven doen. Ik ga je geen antwoord geven, maar dit moet je gewoon blijven doen. Dit is gewoon fijn. En dan ga je vanzelf maar die vragen. Maar kunnen we daar krijgen. Niet een keer dan in een andere zitting over een discussie gaan dan? Ja. Heel lekker. Yes. Dus ik denk dat het allemaal mogelijk is of het willen, et cetera. Maar ik vind dit gewoon heel goed. Ja. Dankjewel. Laatste vraag als ja. Korte vraag, kort antwoord. Nou, ik vroeg me dus af of de concepten en de projecten die jij ontwikkelt, of die voortkomen uit behoeften uit de samenleving. Of weet men eigenlijk nog helemaal niet dat de behoefte er is? Dat jij dat wil creëren? Ja, mooi. Het zijn goede vragen hier. Ik vind het heel fijn. Ja, nee, dank je voor je vraag. Kijk, het is... als je iets maakt, als je iets ontwerpt, als je iets bedenkt, het is altijd een subjectieve keuze. Hè? Dus ik zeg, ik vind licht belangrijk of energie. Dat ben ik. Dat is mijn persoon. Dat is mijn mens. Vanuit daaruit ga je bekijken. Hè? Dat is je... En dan ga je maatschappelijke topics pakken. Van wat nou lantaarnpalen uit? Of wat kunnen we van natuur leren? Dus het is altijd en-en. Dus het is nooit puur technisch onderzoek van uit onderzoek is gebleken dat dit en dit nodig is. Nee. Maar het is ook niet totaal persoonlijk van Gogh. Hè? We doen het omdat ik het wil en de rest zal de rest zijn. Dus het komt wel uit een zaadje, zeg maar, uit de grond. En jij wilde eigenlijk... Dus ik lees veel, ik reis veel. Kranten, boeken, films. Weet je, ik zuig alles op. Ja. En daarna ga ik gewoon een soort subjectief zeggen, dit is wel belangrijk en dit minder. Dankjewel. Leuk. De laatste vraag, Daan, is een standaardvraag. Oh ja? Jij mag één student uitkiezen. Dan? Dat doen we. Nou, of je moet zeggen, doen we niet. Oké, kom maar op. Eerst maar horen. De laatste vraag is, er is één student die jou misschien iets groter heeft laten denken dan elke andere student ook. Of met andere woorden, wie is voor jou vandaag de denkgroter student? Ik vond de dames van worden we meer machine of mens, vond ik heel goed. Maar puur vanuit de emotie, vond ik, kunnen we bloed veranderen, dame daarachterin. Gewoon omdat je lekker gek en mooi en raar door elkaar heen bent. En dat vind ik gewoon heel goed. Ja. Dan ben jij de denkgrote student van vandaag, dus mag jij ervoor komen. Leuk ons instaan. Hoi. Heel goed. Ga lekker staan als je wilt. Hoe heet je en van welke opleiding ben je? Ik ben Daphne en ik studeer bij de Fontes Hogeschool voor de Kunsten, ABV. En voor mij is beeldende kunst ook educatie. Dus Jij bent vandaag uitgekozen. Nog in één zin, Daan. Waarom is dit de denkgrote student? Omdat ze radicaal durft te drinken. Nou, en dat is het begin van alles. Ja. Die hebben we nodig. Ik hoop dat jullie dat opgepikt hebben. Daar sluiten we ook prachtig mee af vandaag. Ik dank jullie voor jullie prachtige vragen. Voor jou wordt er nog een denkgrote foto gemaakt. Maar natuurlijk is het allermooiste en het allerbeste applaus van vandaag voor Daan Rozenraden. Dank je. Dank je. Dank je wel.